We hebben nu een perslunch eigenlijk vooral om de geamendeerde congresteksten voor te stellen. U weet, wij hebben de congresteksten voorgesteld eind oktober. Ondertussen zijn die naar alle leden gegaan. Dat heeft geleid tot maar liefst 2500 amendementen. In de congrescommissie hebben wij die allemaal besproken, bekeken welke amendementen we geheel of gedeeltelijk zouden verwerken. En uiteindelijk leidt dat tot nieuwe congresteksten. Alleszins ontwerpcongresteksten die wij naar alle leden hebben gestuurd en die wij nu ook hebben voorgesteld aan de pers. Het congres zal één groot feest van de democratie zijn. Vrijdagavond zullen we een opwarming hebben met een colloquium waar een aantal nationale en internationale sprekers ons zullen komen toespreken. En dan zaterdag is het grote werk. In drie secties zullen de congresteksten allemaal doorgenomen worden. De bijna 3000 amendementen die onze leden en onze besturen ingestuurd hebben, zullen daar de revue passeren, gestemd worden. En dan zondagvoormiddag zullen dan de definitieve congresteksten vastgelegd worden, om dan zondagnamiddag te eindigen in een plenaire vergadering, een plenaire sessie, een meeting eigenlijk, waar het uiteindelijk resultaat van al die werkzaamheden hopelijk door het congres zal goedgekeurd worden. Er zijn nogal twee belangrijke inhoudelijke lijnen. Dat is één, verantwoordelijkheid belonen. Twee, vroeger heette dat gemeenschap vormen. We hebben dat nu een beetje anders geformuleerd, namelijk samenhorigheid versterken. Je ziet dat alle amendementen eigenlijk volledig akkoord zijn met de lijn van verantwoordelijkheid belonen. En dat luik hebben we vooral aangescherpt, verdiept. Onze voorstellen in concreet wat beter geduid, enkele nieuwe toegevoegd. Maar in het luik samenhorigheid versterken, denk ik dat er heel wat ingrijpende, goede aanpassingen gebeurd zijn, die eigenlijk ons sociaal karakter van onze partij nog sterker in de verf zetten. Dat is een bezorgdheid die verschillende mensen hebben geuit, van ja, dat sociaal karakter van onze partij moeten dan nog sterker in de verf zetten. Na het congres, en dat zal iedereen wel beseffen, gaan we eigenlijk in de rechte lijn naar de verkiezingen toe. En het eerste wat ons dan te doen staat, is de lijsten afwerken. Op 22 februari is het partijraad en die zal uiteindelijk de definitieve lijsten van Kamer en van Vlaams Parlement vastleggen. En daarvoor zijn een aantal tussenstappen met nationaal kiescolleges, met provinciale kiescolleges. Dus ook dan weer een hoop werk op de plank.